Maar goed, je kunt ook zeggen dat hij te veel zoop en eigenlijk alle matigingen al uit het oog verloren had. En dat hij toch op weg was naar de afgrond. Ik denk dat je dat wel kunt zeggen, toch? Het Verlossum, kunt u mij horen? Joseph McCarthy, dat is de man die wij bespreken in deze aflevering. Amerikaanse politicus voor de Republikeinse Partij. Hij was senator tot aan zijn dood in 1957. En hij is vooral bekend geworden door zijn felle aanpak, zijn felle retoriek richting de communisten. Hij beschuldigde mensen van zaken die eigenlijk niet klopten. En uiteindelijk is hem dat ook fataal geworden. Het is allemaal bekend komen te staan als het McCarthyism. Het McCarthyism, ja, daar wou ik het over hebben. Vooral omdat het eigenlijk een vrij interessant verschijnsel is. Omdat ik het natuurlijk weer even nakeek. En god, de parallellen met Trump en het Trumpisme zijn wel zo... Het grootste verschil eigenlijk tussen Joe McCarthy en Donald Trump is dat Joe McCarthy een alcoholist was en dat Trump niet drinkt. Zijn broer heeft zich doodgedronken. Maar voor de rest is er eigenlijk geen... Hè, want Joe McCarthy was ook een geweldige rokkenjager en zo. En een verbijsterende leugenaar, echt, dat je denkt, hoe is dit mogelijk dat je daarmee wegkomt? Dat je senator wordt voor de staat Wisconsin, want dat is waarvoor hij gekozen was in 1946, met dit soort van leugens. Nou, dat hij een hele dappere soldaat was geweest in de Tweede Wereldoorlog. Terwijl hij de hele Tweede Wereldoorlog achter een bureau had gezeten. Ook, dat doet zich nog steeds regelmatig voor, dat die lui gewoon een eind wegliegen. Waar je zegt, hoe is het gods mogelijk? En dat de pers ook wel zegt, het is allemaal leugens. Maar dat schijnt bij kiezers vaak gewoon niet door te dringen. Wat een ongelofelijke leugenaars het zijn. Nou ja, goed, Trump ligt altijd. Maar ook zo'n Poetin, ook dat zijn allemaal ongelofelijke leugenaars. Werkelijk verschrikkelijk. Maar goed, het McCarthyism, want het is een isme geworden. En daar zie je al aan natuurlijk dat het meer is dan geweest is. Laten we zeggen dan de exuberante misdragingen van één enkele persoon. Al spelen die wel in dat verhaal een belangrijke rol. Maar eerst is het denk ik nodig om het raamwerk te schetsen waarin zich dit voltrokken heeft. En dat raamwerk is eigenlijk, dat moeten we beginnen in 1946. Dan is Roosevelt is natuurlijk het jaar daarvoor overleden, opgevolgd door Truman. Die volgens velen eigenlijk aanvankelijk niet geschikt was, maar geleidelijk aan wel geschikter werd. Het is duidelijk dat de New Deal dus afgelopen is. Roosevelt was natuurlijk de grote politieke tovenaar van de jaren 30 en ook wel de oorlogsjaren. En het is natuurlijk ook duidelijk dat de Republikeinen, die eigenlijk een beetje op het achterbankje hadden gezeten in de jaren 30, die volkomen kansloos waren politiek. In de echte hoogtijjaren van de New Deal. Ja, dat die wel van plan waren om de zaken dus dik en kritisch aan te pakken. Waarbij zij natuurlijk van mening waren. Dat is, laten we zeggen, de kern van de Republikeinse ideeënwereld in de jaren 40 en 50. Dat is dat de New Deal eigenlijk volkomen in strijd was met het diepere ethos van de Amerikaanse samenleving. En dat die Amerikaanse samenleving in essentie een extreem individualistische samenleving was. Een Clint Eastwood samenleving, om het zo maar te zeggen. De onverschrokken cowboy die het corrupte dorp binnenrijdt op zijn paard. En nou ja, na een maandje orde heeft geschapen en dan weer in de Wild Blue Yonder verdwijnt. Weg naar de horizon, naar het volgende dorp waar die deze werkzaamheden gaan uitvoeren. Het idee van ieder voor zich en God voor ons allen. Ja, wat had het New Deal gedaan? In zekere zin de fundamenten gelegd voor een soort van verzorgingsstaat. En de Republikeinen zijn er vanaf het allereerste moment mee bezig geweest om die weer af te breken. De Republikeinen maakten zich enorme zorgen over de enorm toegenomen macht van de Amerikaanse vakbeweging. Want die had eigenlijk in de jaren 30 de steun van de overheid gekregen en had zich zodoende op breed terrein georganiseerd en zorgde voor cao's enzovoort. En zeker in bijvoorbeeld de automobielindustrie, niet waar, daar werd echt heel behoorlijk betaald. Nadat die vakbeweging de macht had verworven.
Dus je ziet al, op welk punt waren de... Hola. Op welk punt waren de... Wat is nou weer voor een raar brommetje? Nou, een sportief geluidje. Begrijp ik ook nooit. Auto's met een sportief geluidje. Ja, is leuk. Voor een kwartier, hè. Dan moet je het uit kunnen zetten, zou ik zeggen. Heel raar, spiksplinter nieuwe BMW zou toch niet zo'n raar knorrig geluid moeten maken. Ik ben afgedwaald, ja. Het punt was natuurlijk dat tegelijkertijd, bij de eerste tussentijdse verkiezingen, waarbij dus de oorlog geen rol speelde, Roosevelt er niet meer was, en niet waar, dat was 46. Je hebt elke twee jaar tussentijdse verkiezingen natuurlijk, elke vier jaar presidentsverkiezingen. En de thematiek was al meteen dat de Republikeinen die dachten dat de beste strategie zou zijn om de Democraten te beschuldigen van communistische sympathieën. Zij vonden dat sowieso, namelijk dat de New Deal in feite, dat toch een element van socialisme en staatsbemoeienis en staatszorg in school. En bovendien, door die beginnende Koude Oorlog, kon zeggen hoe gevaarlijk dat wel niet was. Want was het niet zo dat ook die... Hé, hey, wie hebben we daar? Zijn jullie er al? Je hebt nog steeds op je voorhoofd. Maar het gaat wel weg. Opa moet even iets doen voor de podcast. Weet je wel? Hallo. Ja, hij staat op de hoek van de Rembrandtkade. Een ritje maken. Zit we open straks. Ja, tot straks. Bewust staat de auto niet hier vanwege de vogelpoep, hè? Ja, ik zet hem al Tom de Hoek. Je weet, dat is voor de Nederlander al een daad van een ongekende rationaliteit. Want je auto moet zichtbaar voor je deur staan. Ja, daar staat hij. Mijn grootste bezit, mijn meest trotse bezit. Mijn eigen vierwielige blik. Heerlijk, hè? Liefst in de tuin. Ja, lang, lang geleden woonde ik in de Javastraat in Wageningen en daar was natuurlijk aanvankelijk helemaal niemand met een auto. En ik weet nog wel dat de eerste die een auto kocht, dat was onze buurman, meneer Voeks, had een tweedehands Fiat Topolino gekocht. Je weet, het woord Topolino betekent muisje. Nou, dat was ook een muisjeachtige auto. En waar parkeerde hij dat ding? In zijn tuin. Hij had een stukje muur weg laten breken en reed het muisje gewoon de tuin in. Ja, dat is eigenlijk wel heel karakteristiek. Hè? Dat hij hem niet gewoon aan de stoep zette, want daar was helemaal geen bezwaar tegen. Maar hij was kennelijk zo bang dat ze 's nachts de topolini zouden komen stelen. Dat hij hem in zijn eigen tuin zette. Het waren geen grote tuinen, kan ik je verzekeren. Goed, waar waren we gebleven? Ja, dus de Republikeinen beschuldigden meteen al in 1946 die Democraten, die waren absoluut niet te vertrouwen. Linkse politiek in de jaren 30 en nu met die beginnende Koude Oorlog en die dreiging van die Sovjet-Unie die geleidelijk aan opkwam. Kortom, dat was het. Truman dacht, we moeten dit probleem moeten we proberen te ondervangen. En dat kunnen we het beste doen door eigenlijk een Federal Loyalty Program te ontwikkelen. Dat heeft hij ook gedaan. Dus begin 1947 kwam er een Federal Loyalty Program. Dat wil zeggen, bij alle ambtelijke functies zou getoetst worden op eventuele gevaarlijke linkse sympathie. Dat was heel slecht gedefinieerd. Het was een rommeltje. Het leidde gemakkelijk tot misbruik, tot de achterklap. Het was een van de onverstandigste dingen die je kon doen. Maar tegelijkertijd, niet waar, ging het ook met die Koude Oorlog, ging het ook steeds meer omhoog. En dat werd een steeds ernstiger probleem. Dus hier zie je dus dat de gegevens al voor de hand liggen, het materiaal al klaar ligt voor een nationale hysterie. Over communisten, aan de Sovjet-Unie, maar misschien ook wel binnenlandse communisten. Denk aan J. Edgar Hoover, de directeur van de FBI, die twee decennia misschien nog wel meer gejaagd heeft op binnenlandse communisten, omdat ze dachten dat die ooit de macht zouden kunnen overnemen in de Verenigde Staten. Zoals ze zelf altijd zei, moet je kijken met hoe weinig mensen de Bolsjewieken de macht hebben overgenomen. Dat kan ook bij ons. Ja. Lachwekkende onzin, maar
dat speelt een rol. Je ziet hier ook hoe gevoelig de Amerikaanse samenleving is voor collectieve hysterie en paranoia. Dat is als het ware een ingebouwd element in de Amerikaanse cultuur. We zijn nu in het voorjaar van 1947. Daar is dus dat Federal Loyalty Program is gestart. In 1949 pakte de Amerikaanse regering alle communisten in Amerika aan. Die moeten zich laten registreren. En bovendien wordt in de wetgeving ook gedreigd, als het oorlog zou worden, zullen ze geïnterneerd worden. Zoals de Japanners geïnterneerd waren in 1940 en 1941, sorry. Toen woonden veel Japanners aan de westkust van de Verenigde Staten. Ze zijn allemaal geïnterneerd. Schandelijk. Echt. Door en door schandelijk. Maar goed, dus dat werd nu ook weer mee gedreigd. Dat is de McCarran Act. Iets van Internal Security Act is dat. En ondertussen, niet waar, moeten we rekening houden met Joe McCarthy. Want Joe McCarthy was voor het eerst gekozen als senator voor de staat Wisconsin in 1946. Maar hij had daar niet zo verschrikkelijk veel vertrouwen in. Of hij wel herkozen zou worden 6 jaar later, namelijk in 1952. Dus ja, had er zo rondgekeken, wat zou nou een leuk issue zijn om mij mee te profileren, zodat ik een goede kans heb om in 1952 herkozen te worden. Overigens was hij in 1946 al gekozen op basis van een hele reeks van leugens, waar ik er net al naar verwees, van Dale Gunner Joe, en nou goed, had nooit anders gezien dan een bureau in de oorlogsjaren. Veel mensen hebben natuurlijk kletspraat verteld over de heroïsche daden die ze zouden hebben verricht, maar dat had hij dus ook gedaan. Dus, en iemand adviseerde hem, weet je wat je moet doen? Anticommunisme. Dat is wel het issue van wat deze jaren en ook in de naaste toekomst waarschijnlijk nog wel een belangrijke rol zal spelen. Zo gezegd, zo gedaan. Hij houdt een toespraak, dat is denk ik februari 1950, voor een Republikeinse damesclub in Wheeling, West Virginia. En daarin zegt hij, ik heb absoluut overtuigend bewijs, hij hield ook zo'n papiertje op, dat moet je ook altijd doen als je echt een flinke leugen vertelt, moet je net doen alsof je het dan wel op papier hebt staan. Ik heb absoluut overtuigend bewijs dat er 205 card-carrying communists actief zijn in het State Department. Niet waar, onze hele buitenlands politiek apparaat wordt bemand door landverraders, laat het maar zo noemen. Daar leek ook voor sommigen wel een soort van suggestie van te zijn, zou dat niet best wel eens deels waar kunnen zijn. En dat had weer te maken met de verhoren die een Amerikaanse commissie van het Huis hield in deze jaren. En die commissie heette de Commission on Un-American Activities. Die bestond al wat langer. Aanvankelijk was de bedoeling Un-American Activities ten aanzien van steun voor Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Maar ja, die commissie was blijven bestaan en die hield nu ook hearings. En in die hearings werd een hoge ambtenaar van het State Department en ook van de New Deal aangepakt, en zeker Alger Hiss. En het is wel zeer waarschijnlijk, want dat was het idee. Hiss werd beschuldigd van spionageactiviteiten in de jaren 30 en 40. En het is alle reden om aan te nemen dat die beschuldigingen ook juist waren. Maar goed, dat is één enkele persoon. Maar feit is natuurlijk dat daar enorm veel aandacht aan besteed is. Overigens waren de activiteiten verjaard, juridisch gezien. En hij is veroordeeld, Hiss is veroordeeld op basis van mijn eed. Maar voor veel mensen was het, nou, als je het ziet, Hiss kwam van een keurige familie. Had een belangrijke rol gespeeld in een New Deal. En ook bij, het was in Yalta aanwezig geweest. Kortom, daar hing een heel waas van verdenking om hem heen. Goed, daar is dus Joe McCarthy en die zegt eigenlijk dat hele State Department, niet waar, is een addergebroed. Daar zit helemaal vol met verraders. Ik moet zeggen, hij was al meteen erg vaag over het. Het ene dag waren het er 205 en de andere dag waren het er 150 en weer een andere dag waren het er 250. Kortom,
Het was allemaal nogal vaag. Iedereen begreep eigenlijk wel, nou, klopt niet zo verschrikkelijk veel van. Met als gevolg dat de Senaat een commissie instelde om uit te zoeken wat er juist was van die beschuldigingen van McCarthy en wat niet. En die commissie die rapporteert, ik meen in juli, misschien iets daarna van 1950, en die zegt, het is allemaal onzin, het is allemaal pure kletskoek. Maar, ondertussen was de Koreaanse oorlog begonnen. En Amerika heeft natuurlijk na hele korte aarzeling besloten om daarin te interveneren. En het algemene idee was, dat werd ook door Jan en Alleman beweerd, dit was het begin van het slotoffensief van het wereldcommunisme. Stalin zou het nu in Korea gaan proberen en als dat een succes werd, dan zouden de volgende stations zouden aangevallen worden en dan zou het al heel spoedig met het Vrije Westen compleet en totaal zijn afgelopen. Dat was het idee. Veel mensen geloofden in die onzin. Ook aan de top in Amerika had je allerlei mensen die dachten de Koreaanse oorlog, dat is het begin van. Dat is totaal niet het geval. Stalin zag er niks in. Die man Kim Il-sung in Noord-Korea, die wou graag Zuid-Korea veroveren. En die dacht, ik heb goede kans om dat te doen. En die had hij in principe ook wel. En Stalin zei, ik wil er niks mee te maken hebben. Als je het wil doen, helemaal op eigen verantwoording. Ik ga je niet helpen of zo. Hij had wel, Noord-Korea beschikte wel over een aantal tanks, niet grote aantallen. Ja, en aanvankelijk verloopt die aanval heel soepeltjes op Zuid-Korea. En tenslotte interveneren is er nog maar alleen klein bruggenhoofd bij Busan. En dan interveneren de Amerikanen. En dan begint een ingewikkeld verhaal de Koreaanse oorlog. Waar ik ook nog wel eens iets over zou willen zeggen. Omdat de Koreaanse oorlog, die is wel, en terecht denk ik, genoemd de Forgotten War. Eigenlijk is de Koreaanse oorlog het slaghoedje geweest van de militarisering van de Koude Oorlog. De Koude Oorlog was er al wel. Maar dat het een enorm militair conflict was en dat de beide partijen zich op grote schaal moesten gaan bewapenen, dat wordt voornamelijk veroorzaakt door de Koreaanse oorlog. Maar het rapport van die Senaatscommissie, waar ik het al over had, dat dan maar ontzettend gelul was wat McCarthy had winnen, dat viel eigenlijk midden in die hele crisis rond het begin van de Koreaanse oorlog. Dus al heel snel vergat men dat het onzin was en werd het eigenlijk een onderdeel van, laat maar zeggen, de nationale hysterie over de verschrikkelijke dreiging van het communisme. Niet alleen dus buitengaats, niet alleen in de wereldpolitiek, niet alleen in Korea, maar ook binnenlands. Want er waren ook binnenlandse communisten en je wist het maar nooit, nou ja, enzovoort. En dat betekent dat eigenlijk Joe McCarthy niet werd behandeld zoals hij had moeten worden behandeld, namelijk een volstrekte kletsmanoeuwer was, Donald Trump. Maar dat hij eigenlijk op een of andere manier het juiste moment had geraakt om te zeggen, oh, verschrikkelijk, wij worden bedreigd. Dan nog, en dat is ook weer een parallel met het Trumpisme en de huidige Republikeinse Partij. Ja, ze zijn bezig om de koffertjes in te laden. Ja. Ze hebben allemaal eindexamen gedaan. Oh ja. En nu gaan ze volgens mij ongetwijfeld een reisje maken met z'n allen. Ja. Ik dacht al, wat gebeurt hier naast ons nadat we de opnemen zijn? Dus denken we dat we hier op een heel rustig punt staan. Ja. En wat gebeurt er? Een hele club lui. Ik vind het wel fijn dat ze allemaal eruit zien alsof ze geslaagd zijn. Wat moet dat ook voor die jongens? Een arme jongens, geloof ik. Ja, ja, ja. Het moet er voor die jongens toch ook een enorme bevrijding zijn. Dat je van die klote middelbare school af bent. Ja. Ze wat zij niet weten, is dat ook de universiteit, als ze daar iets gaan doen, ook ontzettend verkloot is. Ja? Ja. Dan moet je ook allemaal regeltjes en werkgroepjes en tussenliggende tentametjes en kortom, dat is ook verscholst. Ja. De universiteit is verscholst. Ja. Ze weten niet wat ze tegemoet gaan, maar nu voorlopig zijn ze vrij. Maar deze jongens zijn 18, 19 denk ik? Zoiets, denk ik. Ja, wanneer doe jij het examen? Als je heel intelligent bent, ben je 17 en als je een keertje pakken blijft zitten, ben je 19. Maar in die categorie ligt het toch wel zo'n beetje. Ja, en die gaan dus in de auto van, ik denk, een van de ouders. Dat is toch een fijn nieuwe auto. Gaan ze weg. Ik weet niet of die ouders daar zo blij mee zijn.
Of ze gaan zelf rijden, die jongens. Ik denk het wel, toch? Of denk je dat een van die ouders meegaat? Oh nee, de ouders stapt wel in. Ik dacht, die jongens gaan zelf rijden. Die rijden zelf naar Spanje toe. Als je maar verzekerd bent, maakt toch niet uit. Wat zeg je? Als je maar verzekerd bent, maakt het niet uit. Ja, dat is waar. Dat is waar, ja. Ja. Oké. Okay. Nou, wij moeten door. Ja. Met het McCarthyisme. Ja. Want nu komt er iets dat is hoogst interessant. Oh, oké. Okay. Want dat sluit ook weer aan bij, laten we zeggen, het succes van Trump en het Trumpisme. Want de leider van de Republikeinse Partij op dat moment, een zekere meneer Taft, een keurig man, maar van zeer, zeer conservatieve politieke beginselen, senator voor de staat Ohio, een zoon van een voormalige president, president Taft, de voorganger van Wilson, die in feite leiding geeft aan de Republikeinse Partij, die omarmt Joe McCarthy. Eigenlijk iemand die waarschijnlijk weerzinwekkend vond als hij het er met zijn vrouw over had, maar waarvan hij natuurlijk toch dacht, wij kunnen Joe McCarthy wel gebruiken, nietwaar, in verband met electorale succes. Die kwestie was destijds dringender, omdat de Republikeinen eigenlijk verwacht hadden dat ze in 1948 de presidentsverkiezingen zouden winnen met een aantrekkelijke kandidaat, Thomas Dewey. Maar Thomas Dewey, merkwaardigerwijs geheel tegen alle verwachtingen in, won Harry Truman de verkiezingen in 1948 van Thomas Dewey. Met als gevolg dat de Republikeinen dachten, wat moeten wij doen om die grip van de Democraten op de presidentiële macht te breken? Daar zouden we eventueel Joe McCarthy voor kunnen gebruiken. Vandaar dat dus Joe McCarthy eigenlijk niet waar, die werd hoe moet je dat zeggen, geëcht door de Republikeinse Partij. Als de Republikeinse Partij afstand had gehouden en zei van, nou dit is echt niks, deze schooier, deze leugenaar, deze rokkenjager, dit drankorgel, daar willen we niks mee te maken hebben. Nee, dat was niet het geval. En zo werd Joe McCarthy in allerlei opzichten de leider van een soort, nou ja, laten we het maar Trumpiaanse rebellie tegen het systeem. Want hij heeft in feite 4 jaar lang in feite de hele Amerikaanse politiek geterroriseerd op tal van gebieden. De mogelijkheden daartoe namen nog toe, omdat in 1952 de Republikeinen een meerderheid in de Senaat kregen. Joe McCarthy werd herkozen, niet waar, dat lag nu voor de hand. Het was een van de meest spraakmakende politici van het moment geworden. En bovendien was hij nu, omdat de Republikeinen de meerderheid in de Senaat hadden, was hij voorzitter geworden van de Government Operation Committee. En dat heeft hij in alle denkbare opzichten 2 jaar lang misbruikt op grote schaal. En daar zag je ook meteen wat altijd zich voordoet bij dit soort van uitbarstingen van conservatieve hysterie, dat zijn medewerkers reisden de bibliotheken van het State Department af. Zogenaamde kritische en radicale boeken werden verwijderd. Sommige boeken zijn zelfs op de brandstapel gegaan. Ja, kortom, het wat we nu ook weer zien, boeken die niet deugen. Het is in allerlei opzichten het conservatieve kleinsteedse Amerika wat rebelleert tegen het grote stads-Amerika, het Amerika van de New Deal, het Amerika wat zogenaamd op Europa lijkt, het Amerika wat niet het echte Grandma Moses Amerika is. Daar gaat het eigenlijk om. Nou ja, dus in 1952 wordt er wel een Republikein gekozen in het Witte Huis, namelijk Eisenhower, die merkwaardig genoeg zowel door de Democraten als de Republikeinen was uitgenodigd om de kandidatuur op zich te nemen. En Eisenhower heeft aanvankelijk toch op vrij lullige wijze een beetje meegestroomd met Joe McCarthy. Maar achter de schermen trad hij wel op tegen Joe McCarthy. En toen heeft Joe McCarthy een kapitale fout gemaakt. Hij had ze tegen allerlei instellingen, die had aangepakt, die waren allemaal vergeven van radicale impulsen, er moesten allemaal dingen opgeruimd en verboden worden. Maar in 1954 pakt hij het leger aan.
En waarom deed hij dat? Omdat een van zijn medewerkers was door het leger niet goed behandeld. Hij dacht van, we zullen ze even een poepje laten ruiken. En dat bleek een enorme vergissing te zijn. Want het leger heeft teruggevochten. En het leger nam een absolute topadvocaat in dienst. En dan zijn er hearings die ook op de tv werden uitgezonden. En omdat McCarthy nu zelf bij de zaak betrokken was, kon hij niet als voorzitter van die commissie functioneren. Hij was natuurlijk wel aanwezig als participant. En eigenlijk heeft die advocaat hem alle hoeken van de kamer laten zien. En Joseph McCarthy's optreden was grof, lomp, onaangenaam, nutteloos, agressief. En dat komt natuurlijk op de televisie, kwam dat enorm duidelijk naar voren. En dan is er zo'n cruciaal moment waarop die advocaat iets zegt in de orde van, schaamt u zich dan werkelijk niks? Hè, dat u zoiets doet en zegt als wat u net gedaan hebt. En dan, eigenlijk is het dan klaar met Joe McCarthy. Hè, de hele magie van zijn macht, van zijn, laten we zeggen, van zijn grip op althans zijn eigen achterban. Dat hele paranoia idee, dat is eigenlijk vrij plotseling afgelopen. Hij heeft nog 3 jaar in de Senaat gezeten en is toen overleden eigenlijk. Toen was het een anonymus geworden. Maar hij heeft dus gedurende een aantal jaren, zeg maar rustig, jaren 4, heeft hij iedereen geterroriseerd met deze in het algemeen fake beschuldigingen, moet je dat zeggen, valse beschuldigingen, omtrent de verschrikkelijke radicalen die in Amerika zogenaamd de macht zouden hebben. De nawerking van het McCarthyisme is eigenlijk enorm geweest. Veel mensen waren geschrokken, veel mensen dachten van, oh jee, ik waag me niet aan experimenten, ik hou mijn mond maar. Het had een enorm dempende werking, een conformerende werking. Eigenlijk verandert dat pas de hele jaren 50 zijn, ook in de Verenigde Staten, toch enorm conformistische, ja, nogal stomzinnige jaren in allerlei opzichten. Er zijn hier en daar natuurlijk wel opflakkeringen van innovatie en verandering die preluderen op de jaren 60, maar toch eigenlijk de echte veranderingen, de echte levendigheid komt toch eigenlijk pas weer terug in de jaren 60. En eigenlijk voortdurend als je over Joe McCarthy leest dan, reist de gestalte van Trump voor je op. Nogmaals, het enige verschil is dat Trump geheel onthouder is en McCarthy was een zware drinker. Maar voor de rest is het precies hetzelfde. De lompheid, de leugens, de onbeschrijfelijke kletskoek. En die grip op, nou ja, die grip op al die mensen die menen dat zij niet gehoord worden, dat Amerika op de verkeerde weg is, dat Amerika een land hoort te zijn van individualisten, nou, enzovoort. Dat zie je steeds terugkomen. Ja. En het feit dat dus de officiële Republikeinse partij in feite ja zegt tegen zo'n clown, hè, tegen zo'n levensgevaarlijke paranoïde clown, ja, omdat ze daarmee electoraal succes hopen te boeken. Hmm. Wat ze natuurlijk met Eisenhower geboekt hebben, maar het interessante van Eisenhower was dat het een door en door gematigde figuur was. Maar als McCarthy dus niet het leger had aangepakt en in die rechtszaal terecht was gekomen, dan had hij misschien nog iets langer het voel kunnen houden. Je kunt ook zeggen dat hij te veel zoop en eigenlijk alle matigingen al uit het oog verloren had. En dat hij toch op weg was naar de afgrond. Ik denk dat je dat wel kunt zeggen, toch? Hmm. Is het voor Trump een voorbeeld? Hij heeft hem volgens mij nooit zo gezien. Nee, want voor niemand is Joe McCarthy een voorbeeld. Maar het verschijnsel, de onderliggende sentimenten, hè, de onmiddellijke boekverboden, boekverbranding, dit soort van idee, dat zie je dus onmiddellijk weer terugkomen. Ja. Kan het voor Trump ook een einde van zijn magie betekenen als hij een keer voor de rechter komt en dat hij hem alle hoeken van de advocaat die daarbij betrokken is? Ik betwijfel het in het geval van Trump. Als je ooit van je leven zo'n toespraak van hem hebt gezien, die hij dan houdt voor duizenden mensen in zo'n hangar op zo'n vliegveld. Als je dat ziet en dan denk je van, die man is knettergek. En waarom wordt die man niet opgesloten? De mensen vinden het prachtig. Ze raken in een soort vervoering. Hele enge beelden van mensen die helemaal boven theewater raken.
Ja, dat is een, hij is een hele bekwame volksmenner, om het maar even zo te zeggen. Hoe herinnert Amerika zich McCarthy? Ik denk toch in grote trekken negatief. Maar ik heb nog nooit een echte herwaardering. Wat bijvoorbeeld die Republikeinse presidenten van de jaren 20, dus Harding en Hoover en zo, die hebben wel een soort lichte herwaardering gekregen. Maar ik heb nog nooit iets gelezen dat er wordt gezegd van, god, die McCarthy, die had het toch goed gezien. Nee, Dale Gunner Joe, die is echt een heel negatieve figuur de geschiedenis ingegaan. Maar met Trump wisten we dus al van, Amerika heeft niet alleen maar goede presidenten gehad, maar in de geschiedenis is het dus ook vaker gebeurd met zo'n McCarthy. Het Amerikaanse cultuur en ook daardoor natuurlijk ook het politieke systeem wat daarmee verweven heeft, heeft een hele sterke neiging tot hysterie, opwindingen over niks. Een element wat je, ik wil nou verder niet al te somber klinken, maar wat natuurlijk in moderne mediasystemen, die zijn in hoge mate gevoelig voor tijdelijke en nergens op slaande opwinding. En dan meestal schamen we ons ook wel een klein beetje als het dan weer voorbij is, de opwinding en de koortsigheid en het geschreeuw. Maar het zit er wel in. Het systeem bevordert het in hoge mate. Maar het systeem kan je ook knakken. Dat is bij wat met Joe McCarthy gebeurd is. He, dat toch de min of meer normale, fatsoenlijke, modale tv-kijker ging het toch echt wel iets te ver. Zijn er nog bepaalde boeken of series die je aanraadt die hierover gaan? Ja, er is enorm veel geschreven over het McCarthyisme. Ik zou zelf zeggen, lees, zeker voor de geïnteresseerde leek, lees een algemeen boek over Amerika na de Tweede Wereldoorlog. Okay. Wil je doorpraten over deze podcast? Dan kan dat in de Telegram-groep van deze podcast. Linkje naar die groep vind je in de show notes. En vergeet je dan ook niet te abonneren, want nieuwe afleveringen staan dan altijd vanzelf voor je klaar. Was het niet zo dat ook die... Hey, wie hebben we daar? Zijn jullie er al? 89, het wonderjaar 89. Wat betekent de muiterij van Prigozhin voor de macht van Poetin? Waarop in feite vrijwel overal in Oost-Europa spontaan opstandjes uitbreken. Maarten plaatst de opstand door het Wagner-huurlingenleger in historisch perspectief. En bekijkt de Russische agressie door de jaren heen. Dat dit al die oude regimes opgeruimd worden en dat Oost-Europa kan gaan proeven van de vrijheid. Je hoort het allemaal in een nieuw luisterboek. Het staat voor je klaar via de link in de show notes. En wil je nog een podcast luisteren? Luister dan nu naar de aflevering over de superbatterij, die je met één keer laden van Amsterdam naar Zuid-Duitsland brengt. Je luistert de aflevering nu via de link in de show notes.